Het is vandaag dinsdag. Ik heb de vlog gisteren niet echt geopend. Want we hadden gisteren repetitie op school. Daar heb ik nog wel wat beelden van. Ik denk alleen niet dat ik het geluid eronder zet. Want het is van het concertje wat we gaan doen. Dus ik denk dat ik even het geluid eruit haal en even muziekje eronder zet. En laat ik dat nu even zien. Het was gisteren gewoon, ik was om, even denken hoor, we waren om 9:30 pas klaar op school. Dus ik heb van 9 tot 9:30 op school gezeten. En toen moest ik nog naar huis en toen was ik zo moe. En ik heb sowieso een beetje een zwaar weekend gehad. En ik voel nog steeds, eigenlijk is het gewoon niet... Nou, laat ik het zo zeggen, ik ga er niet te diep op in, want dat is echt een beetje privé. Maar ik heb me het afgelopen weekend heel verdrietig gevoeld en er waren wel dingen gebeurd. En daar hoeven jullie verder geen zorgen over te maken, want het komt allemaal goed. Maar ik heb gewoon echt een rot weekend gehad. Dat is ook wel deels de reden dat er vorige week geen vlog online was gekomen. Ik had gewoon heel weinig gevlogd. En toen kwam ook nog dat weekend en het ging allemaal gewoon niet. Nog steeds voel ik me niet zo... Ik wil zeggen dat ik ben nog steeds niet zo helemaal happy en zo. Maar goed, het komt allemaal goed. En ik ga deze week gewoon weer voor jullie vloggen. Ik ga er gewoon het beste van maken en ik wil niet te lang in verdrietigheid zitten. Dus we gaan gewoon lekker weer door. Jee. Ik heb vandaag ook weer een lange schooldag. Ik zit namelijk weer vandaag tot waarschijnlijk tot 9:00. Maar ja, is niet erg. Judith komt vanavond bij me slapen. Dat is super leuk. Ik ga nu even snel nog even thee drinken. Ik moet echt over 10 minuutjes weg, maar dit komt helemaal goed. Even een kopje thee drinken en dan lekker naar school. Back in the game! Yeah. Ik ben zo blij altijd als jij mijn vlog overneemt, dan wordt het tenminste nog. Dan komt er nog wat van. Ja, maar ik heb niks belangrijks verteld, dus in principe ook weer niet. Nou, in ieder geval, ik ben er weer. Joepie! Wat wil ik eigenlijk zeggen? Ja, ze heeft een cadeautje voor me meegebracht. Ik heb een cadeautje meegebracht. Die ga ik even laten zien. Nou, ik was dus jarig vorige week. Nee, 2 weken terug alweer. Nou, ongelooflijk. En ik heb ook een cadeautje gekregen en dat is dit hele leuke fotootje van ons. Leuk, hè? Draai me voor om de hand hoe het eruit ziet. Wat? Kijk hoe lelijk, jongens. Dit is zo niet normaal. Albelli, ik vind dit niet leuk. Maar de foto is wel leuk. Dus. Ik ben hier voor de mentale steun in Pamela's leven. Ja, ik heb al verteld dat ik een heel verdrietig leven heb. Dus... Echt? Ik heb niet verteld wat er aan de hand is, dus vertel dat ook maar niet. Nee, dat was ik ook niet van plan, maar ik ben hier voor mentale steun. Mentale steun, want dat is wat beste vriendinnen doen. Kijk, weet je, er is niks heftigs. Nee, dat is voor andermans leven, maar op sommige momenten, dat zullen meiden van elkaar begrijpen. Op sommige momenten heb je gewoon elkaar nodig en dit is zo'n moment. Dus dan vind ik het heel leuk dat ik hier ben. En volgende week start mijn schoolpas. Dus dat is ook fijn. Dus dan kan ik nu nog even lekker hier zijn. Morgen ga ik lekker naar school. Dat is heel tegenstrijdig wat ik net zei. Maar volgende week beginnen mijn lessen. Morgen moet ik naar zo'n introductieverhaal. Ja. Kijk hoe ik eruit zie. Kijk, godverdomme, waar zijn ze wel? Ze denken... En jullie denken allemaal dat zij een YouTuber leven leeft, maar... Het kan nog hoger. Maar we zijn op een gegeven moment... We zijn op een punt gekomen in het... We zijn op een punt gekomen in deze maatschappij dat we toch eigenlijk helemaal geen... Moer meer uitmaakt. Ja, dat het eigenlijk gewoon allemaal helemaal niet meer zo veel uitmaakt. Wat doe jij nou? Gorgelen met zout? Mijn piercing toch schoonmaken. Ik hou het hier niet gorgelen. Ook maar deze nieuwe tutorial. Ik ben blij dat je weer zoveel vlogt, weet je. Dat is echt... Oh, lekker. Dat komt lekker in mijn oor allemaal. Je ziet mij niet eens. Je zit gewoon alleen jezelf te filmen. Ben ik dat te kijken op die scherm? Oh. Ja, ik vind het echt niet aardig. Ik doe eventjes een outfit of the day. Die sokken zijn van de Albertijn. Deze legging, die raad ik aan iedereen aan. Het is van de Forever 21. Dit shirt is van... Geen idee. Wat denk jij? Adidas? Nu ik.
Het wattenstaafje is van Nike. Jij bent zo kut. De broek is van de Brandy Melville. Oh echt? De sokken zijn van Julia Hartog uit mijn klas. Die heb ik even gestolen. Je zag zo'n dikke onderbroek zijn. Knip. Die gaat zo weer terug. Is heel erg, ja. Het ding is, de shirt is van de Primark. En dan heb ik ook nog een... Heb ik die nog aan? Oh, nou dit is dus mijn dansshirt. Die is ook van de Pri. En dan heb ik hier nog een bralet. En die is van Shein. In mijn heen. Ik ben weer thuis van school. Het is vandaag woensdag. En ik ben kapot. En ja, ik ben blij dat mijn dag vandaag weer lekker voorbij is. Ik heb gewoon even een middagje thuis nodig. Ik ga denk ik straks ook lekker even in mijn bedje liggen. Maar goed, ik heb net boodschappen gedaan en nog wat dingetjes gehaald. Dus ik dacht, misschien is het leuk om dat een keer te laten zien. Wat ik zoal allemaal koop als student zijnde. Want ja, dat is best een dingetje, zal ik jullie vertellen. Om elke keer die boodschappen te doen. En weer te bedenken wat je in godsnaam nu weer gaat moeten kopen. En ja, ik heb wel een beetje mijn vaste dingetjes wat ik eet. Dus op zich is dat wel... Ik zie nu ook dat ik de afwas echt even moet doen. Maar oké, ik ga even kijken of ik jullie kan neerzetten. Ik moet nu heel voorzichtig zijn, want jullie willen echt niet weten waar jullie allemaal op staan. Jullie staan op een pan, op een vaasje en op een theeglas. Als dit omflikkert, heb ik een probleem. Ik doe altijd mijn boodschappen bij de Albert Heijn. Zo stom dit, een boodschappenshoplog. Hoe ik hier trouwens op kom, ik volg een meisje op YouTube, Noelle. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. En zij maakt studentenweekvlogs. En zij laat dus ook af en toe zien wat voor boodschappen ze allemaal doet. Op de een of andere manier vind ik dat best interessant. Dus ga ik dat nu ook doen. Als eerste brood, wat ik alweer een beetje geplet heb in de tas. S'avonds volkoren, super lekker. Bananen, want dat eet ik altijd in mijn yoghurt als ontbijt. Dan heb ik nog 3 kiwis gehaald. Rooibos thee, deze is echt super lekker. Een smoothie, want daar had ik zin in. 100% pindakaas van de Albert Heijn. Deze zijn echt heilig. Dit is super lekker. Veel lekkerder dan kalfje pindakaas. Ook beter voor je. Dus heel lekker. Er is een kiwi uit mijn zakje geflikkerd. Oké. Kipsleverworst van die kleintjes. Tas nummer 2. Pure chocoladevlokken. Winterthee, ook super lekker. Jong belegen kaas. Yoghurt, want ik kan echt niet leven zonder yoghurt. En hij was op vanochtend en dat vond ik echt heel vervelend. Optimaal drinkyoghurt, mango passievrucht. Dat is ook een verslaving van mij. En dat waren alle boodschappen. Maar ik ben dus ook naar de Action geweest. Daar heb ik wat dingetjes gehaald. Ik heb deze mixing bowls gehaald. Ja, dit is eigenlijk voor beslag mixen. Maar ik ga het gebruiken als salade kommen. Want dat hadden we nog niet. En ik maak best wel vaak salade. Dus ik dacht, helemaal top. Heb ik gelijk 3 maten. Helemaal handig. Dan heb ik nog, even kijken hoor. 2 van deze Ziploc bags dingen gehaald. Die neem ik altijd mee naar school met mijn brood erin. Een aansteker voor mijn kaars. Lampjes voor in mijn kamer. En ik had deze al gekocht. Alleen ik had die in multicolor gekocht. En dat wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde gewoon normale verlichting. Dus toen dacht ik, ja, zonde van mijn geld van de vorige keer. Maar ik ga het toch kopen. Dus ja, dat is alles wat ik heb gekocht. Nu ga ik het even opruimen hier. Wat gaan wij doen, Kim? We gaan naar Bohemian Rhapsody. Ja, met mijn hele klas. Die ja. staan allemaal daar. En ik ben de oppasmoeder. Derdejaars, hè? Derdejaars. Dan krijg je dat. Ja, ja. Lucas, heb je er zin in? Was jij voor? Of houden jullie bij elkaar? Oh, oké, top. Wat is die? Zou ik niet doen hoor. Het zien heel veel mensen. Wat ga je bestellen? Oh, kijk. Okay. Lekker hè? Oh, lekker. Hè? Lekker genieten. Bavariabi, bavariabi. Bavariabi, bavariabi. Hey Janne, heb je er zin in? Ja, ik ook. Want ik heb popcorn. Ja, ik heb lekker van jou stelen. Dat had ik al verwacht. Ik ben weer terug van de film. Ik ben super, super moe zoals je ziet. Ik heb echt wallen tot hier, maar goed. Maakt niet uit. De film was echt fuck.
fucking vet. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Ga alsjeblieft naar Bohemian Rhapsody. Sowieso vind ik dat je die film gewoon gezien moet hebben. Want het is Queen. Ik bedoel, het gaat over Freddie Mercury en Queen en alles. En dat moet je gewoon gezien hebben. Want dat is gewoon iets wat je gewoon, ja, dat moet je gewoon zien. Maar het was gewoon zo vet en zo vet gemaakt. En er zitten ook zulke mooie boodschappen in. En ik weet niet, ik ben echt geïnspireerd geraakt door deze film. Dus ga er zeker heen. Dat wil ik zeggen tegen jullie. En nu gaat deze meid snel slapen. Welterusten. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. En ik ben weer lekker thuis bij mijn mama. Dat is heel fijn. Ik was echt heel erg toe aan weekend. Ik ben heel blij dat ik nu weekend heb. Ik heb gisteren niks gefilmd, sorry daarvoor. Maar ik ben echt super blij dat ik weer thuis ben even. Want ik was echt heel moe. Morgen wel een druk dagje. Ik ga naar een vriend van mij dingetjes opnemen voor een projectje van hem. En daar heb ik heel erg veel zin in. Dus morgen ook weer heel veel zingen en zo. Maar dat is super leuk. Dus dat vind ik helemaal top. En zondag ga ik echt lekker chillen. Daar heb ik nu al zin in. En ik wil misschien dit weekend ook even een video opnemen hier. Want het is lang geleden. Dus dat ga ik misschien even doen. Ik moet nog even kijken wat. Maar dat zie ik wel. Ik ga nu even douchen, want mijn haar is heel vet. Dat zien jullie nu niet, want ik heb een lekker petje op. Die ik overigens heb gekocht bij de Primark voor 5 euro. Top aankoopie. Maar goed, ik ga nu even douchen. Want ja, en daarna ga ik lekker in mijn bed liggen, Netflixen en chillen. Oh, zoveel zin in. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. En ik lig lekker in mijn bedje. Ik ben vanochtend in de studio geweest. Dat was helemaal leuk. En nu ben ik weer in mijn bed. Ik ben super moe. Ik ben nu The Sinner aan het kijken op Netflix. En elke keer voel ik dat ik in slaap ga vallen. Dus ik denk dat ik zo meteen een dutje ga doen. Maar ja, het is weekend, dus ik mag ook lekker slapen. Dus ja, dat. Het is inmiddels alweer maandag. En ik was vergeten de vlog af te sluiten gisteravond. Want ik was super moe. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!